De Progressieve Arbeiders- en Landbouwersunie, PALU, vierde gisteren haar 41ste jaardag. In dit kader heeft ze in haar partijcentrum een bijeenkomst gehouden waarbij toppers van de partij met elkaar van gedachten hebben gewisseld. De PALU is kort na de onafhankelijkheid opgericht door personen die niet tevreden waren over de politieke constellatie van het land. Ze vonden namelijk dat er vooral veel etnische verschillen waren. Volgens PALU-voorzitter Jim Hock zijn er sinds de oprichting meerdere aanpassingen gepleegd binnen de partij. Hij meent dat behalve goede momenten de partij ook zeer zware perioden heeft gekend. We hebben hoogtepunten gekend, maar we hebben ook diepe dieptepunten gekend. En we praten er niet vaak over, maar ik denk dat we het moeten doen en dat op de een of andere manier gaat het ons sterker maken? Heeft het ons intussen ook sterker gemaakt? We moeten erover praten en we moeten kijken op welke manier die dingen tot stand zijn gekomen. Wat er eigenlijk gebeurd is. Een van die dingen bijvoorbeeld, een zeer lastig, diepsnijdende wonde, is geweest dat wij na een schitterend verlopen actie in 1991... gewoon alle vier zetels die we hadden op dat moment zijn kwijtgeraakt. Een schitterende actie. Eigenlijk een politieke actie die de bewondering van alle politici in dit land had afgedwongen. Respect had afgedwongen. En toen de stembus openging, zero. Tot de dag van vandaag is het bij sommige mensen een trauma. Jim Hock ging ook in op de huidige economische situatie. Hij benadrukt dat de regering het land nu op een onbehoorlijke manier bestuurt. Een ander verwijt dat de regering treft is natuurlijk dat de regering geen regering is sorry, lik hij begreep zijpsa. Het is lik regering is regering ne grabus ref zijpsa in agrontapu en in akondre. Dat is een serieus verwijt natuurlijk. De regering beleidt met de mond productie, productie, productie. Je hoort het, regering in het parlement, productie, coalitie, productie, productie, productie. Maar je herkent dat niet in de maatregelen die genomen worden. Alle commentaren bij het aantreden van de regering in 2015 waren gericht op zorg dat je de productie aanwakkert. Zorg dat we meer gaan produceren, omdat we gaan het geld nodig hebben om allerlei dingen af te betalen. En de regering zegt ook van ja, we zijn voor productie, maar tegelijkertijd zie je dat niet terug. En waar gaan we straks die leningen van terugbetalen? Tot zover PALU-voorzitter Jim Hock gisteren bij de viering van de 41ste jaardag van zijn partij. Volgens Hock is interne verdeeldheid in Suriname nog steeds de grootste boosdoener van de minieme vooruitgang van het land.